Het gaat over Ellen van Bemmel, die tijdens haar kindertijd een verschrikkelijk drama meemaakte, dat ook haar latere leven beïnvloedt. In het boek volg je bepaalde periodes van Ellen haar leven en zo ontdek je hoe dit trauma haar leven beïnvloedt. Het verhaal speelt zich niet in chronologische volgorde af. Dit zorgt dat er spanning gecreëerd wordt en dat je pas op het einde weet wat dit verschrikkelijke drama is. En Ellen, haar leeftijd hangt dus af van pagina tot pagina. Ik vond het boek ook heel goed omdat het over actuele thema's gaat. En zoals postnatale depressie en trauma's. Het boek is me aangeraden omdat het heel boeiend is en daar stem ik volledig mee in. Het blijft je van de eerste tot de laatste minuut boeien. En je wilt gewoon niet meer stoppen met lezen als je eenmaal begonnen bent. Ik zou dus zeggen, lees allemaal Een hart van steen, geschreven door Renate Torrestijn.